Er is een geluidsinstallatie waar harde vuurwerkgeluiden uitkomen. Er zijn felle gekleurde flitslichten en er wordt kindervuurwerk afgestoken om het allemaal zo echt mogelijk te maken. De honden moeten met hun baasje daar doorheen lopen. De ene hond kan er makkelijker mee omgaan en die gaat gewoon weg, die staat te kwispelen. En de andere is in paniek. En kan elke hond hier nou van zijn angst afkomen? Nee, er zijn honden die raken het gewoon niet kwijt. Maar we proberen het wel om de eigenaren handgrepen te geven om zo goed mogelijk die oudejaarsavond door te komen. Want als de eigenaar, de baas van de hond, een rustige avond heeft, en als de hond rustig is, heeft de baas dat ook. Heel goed. Door de cursus raken de honden gewend aan de geluiden en de lichten van het vuurwerk. De baasjes merken meteen al verbetering. Hij doet alsof het er niet is. Eigenlijk, ik bedoel, hij reageert heel blij in. Ik zie niet dat hij angstig is of wat ook maar. Dus dat gaat helemaal goed. Het ging afgelopen week heel goed. Alleen er wordt nu een beetje. Vandaag was het vrij heftig. Dan werd hij best wel bang. Zij woonde in een buurt waar heel veel vuurwerk afgestoken werd. Dus wij denken dat ze daar een trauma van opgelopen heeft. En denkt u dat het dankzij deze cursus dit jaar beter zal gaan met Oud en Nieuw? Nou, ik denk het wel. Ik heb er wel goed vertrouwen in eigenlijk. Is uw hond nou ook angstig voor vuurwerk? Dan heeft Willem nog een paar tips. Ga om 11:30 je hond uitlaten. Want de jeugd moet allemaal naar binnen toe. Want die moeten een zak helemaal volladen met nieuw vuurwerk. Die moeten van paar moet binnenkomen. Hè? In dat moment laat je even je hond uit en geef je hond zo'n lekker groot bord om te kluiven. En gewoon normaal doen. Dat is het belangrijkste wat er is.